Ik geef nu het woord aan de dijkgraaf van Rijnland, Rogier van der Sanden. Die zal een verhaal vertellen over het belang van historisch erfgoed in het waterschap. Ik heb met Rijnland verschillende keren een discussie gehad over het gemaal Pijnakker-Hordijk. En bij de restauratie van het gemaal, waar een drietal werkspoordiesels in stonden, is na goed overleg met elkaar toch één machine in een hybride opstelling geplaatst. Om daarmee een stuk erfgoed van machineaandrijving en waterbeheersing, om dat daar toch een plekje te geven in de huidige maatschappij, wat een paar keer per jaar in bedrijf zal komen. Ik geef nu het woord aan Rogier van der Sanden. Dank Jan, dank Joep. Mooi verhaal. Ik voel me wel enorm geschoffeerd door je verhaal. Een beetje claimen dat de wortel en het begin van de democratie hier zou liggen. En dat tegen de dijkgraaf van Rijnland. En ik weet niet of je opzet was, Jan, maar hij heeft me wel gekieteld inderdaad. Het begin van de democratie in Nederland, van de overal democratie in de wereld, hedendaagse democratie, antieke democratie, tellen we even niet mee, ligt in Rijnland. 1255 zijn wij goedgekeurd, officieel erkend door de toenmalige graaf van Holland. Wij zijn de eerste, wij zijn de geboorte. Ik wou het maar even gezegd hebben. En overigens, het is een mooi boek dat hij geschreven heeft. Wie er ook mooi over geschreven heeft, Hella Haas heeft een prachtig boek geschreven over de appeltern, over Johan Derk. Je zou kunnen zeggen, het is toch bijzonder hoe zoveel frustratie tot zoiets moois kan leiden. Dat is toch wel een bijzonderheid. Wou ik vandaag niet over hebben overigens, maar ik voelde me toch licht gekieteld. Laat ik het zo stellen. Waarom sta ik hier eigenlijk, hè Jan? De aanleiding hiervoor lag in een welkomstwoordje dat ik mocht houden in Gemaalde Krukjes, in Haarlemmermeer, waar ik een aantal vrijwilligers van de Stoomstichting, van de Stoomgemalenstichting. Nederlandse Gemalenstichting. Nederlandse Gemalenstichting. Kijk, ik denk, Jan, help me. En ik heb daar mijn waardering uitgesproken voor het vele werk dat vrijwilligers doen, het belang van vrijwilligers, met name in het instand houden van erfgoed. Van ons waterstaatkundig erfgoed. En het viel bij Jan zo'n goede aarde dat hij zonder verder referentie te vragen zei, nou wil je bij ons komen spreken. Het is altijd een risico. Want Jan wil dat ik hier ga uitspreken dat er veel meer geld van de waterschappen, et cetera, naar... Je hebt net een oproep gehoord. Nou ben ik heel gezagsgetrouw op zich, maar ik ben wel eens stond eigenwijs dat ik dat zeg, ongeacht de vragen die mij gesteld worden, ik vertel ook mijn eigen verhaal. Dus Jan, ja, op hoop van zegen voor jou, zou ik maar even zeggen. Dit verhaal gaat overigens geen algemene beschouwing worden over beleid ten aanzien van. Ik heb überhaupt een broertje dood aan het praten over beleid. Als je het beleid van Rijnland wil lezen, www.rijnland.net, prima, kunt je allemaal zoeken. Ga ik niet over vertellen. Ik wil u meenemen in mijn gedachten, mijn ideeën ten aanzien van erfgoed, waterstaatkundig erfgoed. En die is gevormd, zoals bij iedereen denk ik, op basis van mijn eigen ervaring. En ik doe dat aan het maar de drieslag, verleden, heden, toekomst. En ik wil een beetje een optimistisch motto aankoppelen. En het motto van vandaag is, waar een wil is, is een weg. Nou, hoe vrolijk wil je beginnen? En om in het verleden te beginnen, en dan licht eventjes mijn doopzeel. Ik ben een zoon van een architect. En een zoon van een architect in het kleine Brabantse plaatsje Bergijk. Sommigen kennen het wel. En waarom is het van belang? Voor mij in ieder geval. Zoon van een architect zijn, dat betekent dat je mee wordt genomen in de wereld van de bouwkunst. Ik zag de tekeningen van mijn vader. We gingen op vakantie en we gingen overal gebouwen kijken. Kerken, kathedralen, huizen, noem maar op. De bril waarin ik naar de omgeving kijk, is heel erg bepaald door gebouwen. Zoals anderen naar machines kijken. Gemalen. Anderen vooral de wereld bekijken met een landschappelijke bril. Ik bekijk de wereld in alle eerlijkheid met die bril die ik van mijn vader heb meegekregen. Ik heb iets met gebouwen. Ik zie dit gemaal, ik moet meteen een foto maken, ik vind het leuk. Ik woon in een mooie stad Leiden, veel gebouwen. Die bril kleurt mijn visie. Zeg er maar eerlijk bij. En dat zal voor u niet anders zijn. Men moet het wel weten. Mocht ik straks hele rare dingen zijn, dan ben ik niet helemaal
van het pad los, maar hebben we allebei een andere bril op, denk ik. Goed, dat bepaalt even mijn bril. Maar waar is bij Gijk nog meer van belang voor? En de link met mijn vader en bij Gijk is dat Gerrit Rietveld daar nog eens kwam. En mijn vader, hij zou het jaar 101 zijn geweest, dus net een jaartje ouder dan het gemaal, 1917 het bouwjaar. En hij was ook goed bevriend met Gerrit Rietveld en hij tekende ook. En hij ontwierp in de stijl van Gerrit Rietveld. En ik ben in die zin ook een jongen die opgegroeid is met liefde voor glas, staal en beton. Moderner bouwen. En Rietveld is niet zomaar een inspirator, mede ook van mijn vader, maar heeft in Begijk ook een aantal gebouwen neergezet. 2 woonhuizen, een bushokje, jawel, een klok, jawel. En de enige ooit door Rietveld ontworpen en gebouwde fabriekshal. Weverij de Ploeg in Bergijk. Weverij de Ploeg was jaren her over een kwaliteitskenmerk als het ging om tapijten en stoffen van gordijnen. Maar het gebouw is fantastisch. Het is een prachtig, mooi, in de stijl, helemaal doordacht door Rietveld gebouwd fabriekshal. Meer bijzonder aan de Ploeg is ook dat het ooit begonnen is als een communistische werkgemeenschap. Waar men inderdaad de communistische idealen uit die tijd wilde doen vormgeven door samen te werken. Dat is uiteindelijk teloor gegaan. Maar er zit heel veel aan. Het lag in een prachtig park ontworpen door Mien Ruijs, de beroemde Nederlandse tuinarchitecte. Liefhebster van die beelden die je ook in de jaren 70 allemaal in die tuinen zag liggen. Ik zie mensen die denken, oh ja, dat is waar, herkenning. En waarom is het voor mij van belang? Ik zei al, het is het enige door Rietveld ontworpen gebouwde fabriek. Erfgoed heeft wel iets te maken met uniciteit. Als er honderden fabrieken van Rietveld waren geweest, krijg je toch meer een IKEA-gevoel erbij. En ik sluit niet uit dat IKEA-design ooit nog een keer in het MoMA in New York zou komen te staan. Van nou, dit was de Billy en zo. Maar in alle eerlijkheid, uniciteit is toch wel een belangrijke voorwaarde. En die nemen we allemaal bewust of onbewust met ons mee. Dus ja, de mentale bril uit mijn jeugd. Uniciteit als belangrijke voorwaarde voor de waardering van erfgoed. Je groeit op, je wil studeren, je verlaat het dorp. Ik kwam in Leiden terecht. Nou, degene die Leiden kennen, prachtige mooie historische binnenstad. Met name de Gouden Eeuw domineert daar in het straatbeeld. Rapenburg wordt door Leidenaars steeds gezien als de mooiste gracht van Europa. Er zijn ook plannen geweest om te dempen en een mooie tweebaans weg van te maken. Die plannen zijn gelukkig niet doorgegaan. Het is nog steeds een prachtige gracht in Leiden, maar er zijn veel meer grachten. Leiden wordt overigens gekenmerkt door het water. Hè? Niet door de straat, maar door het water, al die grachten. En in dat Leiden, je kijkt in de historische binnenstad, denk je, ja, het erfgoed is niet alleen uniek, hoeveel gebouwen er ook staan, maar het is ook mooi. Ieder op zijn eigen manier. Dus je moet ook een esthetische waardering toch in zitten, hoe je het went of keert. Zoals ik hier net, ik liep eventjes bij de stoommachines. Ja. Ik vind ze er ook mooi uitzien. Ze waren ook fantastisch gepoet, dat helpt ook. Dus esthetiek heeft iets mee te maken. En in die periode in Leiden, na mijn studententijd, ik ben er blijven hangen alle jaren. Ik woon er nog steeds. Het combineert eigenlijk al de geneugten van een stad en de... Ja, het knussen van een dorp. Dus nou, daar woon ik nog steeds met mijn vrouw en mijn kinderen, met heel gelukkig. Maar ik ben daar niet alleen afgestudeerd, dat was ook wel fijn, maar ik ben er gaan werken en ik ben in de politiek terechtgekomen en ik ben wethouder geworden in Leiden. Dat kan zo gebeuren. En dan heb je, ik was toevallig wethouder waterbeheer, maar dat gaat nu even niet om, het ging een ander onderdeel. Er was één heel bijzonder gebouw in Leiden, industrieel erfgoed ondertussen. Wat als een puist in die binnenstad stond en staat. Die meelfabriek in Leiden. Fantastisch gebouw, vinden sommigen. Ik vind hem mooi, maar ja, esthetiek. Die heeft jarenlang, nadat hij gesloten was, steeds meer staan verpieteren en vermolmen, et cetera. Hij is een keer opgekocht door de Stichting Studentenhuisvesting enerzijds en de ondernemer anderzijds. Onder de mooie naam Meelhetten. Hoe kun je dat verzinnen? En die willen gaan herontwikkelen. Nou, ondertussen, vele jaren verder, in 2000 ben ik wethouder geworden en ze zijn nu aan het bouwen, dus er zit nog wat tijd tussen. Maar het bijzondere van die fabriek is dat die bouwkundig 1,5 eeuw omspant.
Het eerste koepelgewelf voor een fabriek is daar gemaakt. Het raffelgebouw met die prachtige mooie metalen kolommen die steeds smaller worden naar boven. Grote betonnen paddenstoelen. Van de late tijd die inderdaad de nieuwe silo's schragen. Bouwkundig een pareltje. Er zit een verhaal in. Ik ben ervan overtuigd dat erfgoed moet een verhaal hebben. Zonder verhaal. Pakt het niet. Dus ik neem mee uit Leiden, esthetiek en een verhaal. En het verhaal zit in het gebouw, zit overigens ook, laten we dat niet vergeten, in de mensen. Want prachtig stoomgemaal, en dan staat daar heel mooi hoeveel kuub en hoeveel kilo's kolen hier lagen en hoeveel gestookt werden. En die kwamen uit de mijnen bij Kerkrade. Je weet, daar hoort ook een verhaal bij van mijnwerker, diep in de grond. Dus afgelopen jaar een mooi boek, De Schoonheid over de Schoonheid van Limburg, met de titel nu eventjes net ontschoten. Wat beschreven wordt, het leven van de mijnwerkers. In de halfwege vorige eeuw nog. In Leiden ook zoiets, in die fabrieken werkten mensen. In de meelfabriek waren er mensen die vonden het eigenlijk ethisch niet kunnen om daar een monument van te maken. Want zij kenden nog mensen die in de fabriek waren overleden. Door slechte arbeidsomstandigheden, door bizar, de paternoster die daar gewoon inderdaad onbeschermd. Anyway. Die mensen hadden emotioneel moeite om dat te monumenten verklaren, omdat de arbeidshistorie die eraan vastzit hen pijn deed. En Leiden is ook de stad waar de kunstenaar schrijver J.J. Kramer ooit zijn boek Fabriekskinderen schreef. In de jaren 60 van de 19e eeuw. Een pamflet, wederom een pamflet, tegen de uitbuiting van de kinderen in de fabrieken. En dat is het begin geweest, de aanleiding mede geweest voor het kinderwetje van Hout, et cetera. Er zit een hele historie, verhalen aan vast. En die verhalen moet je erbij houden. Anders leeft zo'n stuk steen niet. Dat is wat ik uit Leiden meeneem. Je gaat wat anders doen. Want na 6 jaar wethouderschap en wat interim klussen werd ik in 2011 gedeputeerde in Zuid-Holland. Gedeputeerde, niet zoals sommige mensen gedupeerde, dat viel best wel mee, het is best wel een leuke baan. En ik werd verantwoordelijk voor financiën, dat is een van mijn lot. Ik ben ooit begonnen als bankier en dan achtervolg je dat. Toen ben ik wethouder financiën en gedeputeerde financiën. Wij traden met een compleet nieuwe club aan in 2011 in Zuid-Holland. En mijn collega verantwoordelijk voor cultureel erfgoed zegt, goh, hier zijn een paar molentjes ergens bij Kinderdijk en daar is iets financieels aan de hand. Kun jij dit even doen? Want dat lijkt me, ja, financiën, dan ben jij meer. Dus ik ben daar gewoon ingerommeld. En ik werd verantwoordelijk voor, ik was voorzitter van de Raad van Toezicht. Onder het bestuur en onder een directeur. En wat trof ik aan? Aan alle clichés voldoende, subsidieslurpende, niet functionerende organisatie. Laat ik me gewoon eerlijk zeggen. Er is ook over geschreven in NRC, dus dat betreft, mijn woorden zijn nog subtieler dan wat daarin stond. Maar het is echt waar. Ze hadden een negatief vermogen en een letterlijk ook een negatieve bankstand op de rekenkrant van 1 miljoen euro. Ze financierden alle uitgaven van vandaag met de binnenkomende subsidiegelden voor de projecten van overmorgen en dachten zo te overleven. De modus bij Kinderdijk, werelderfgoed. Daar kan niet langer goed gaan. Dus alle clichés over subsidieslurpers werden maar duidelijk. Maar goed, je bent er verantwoordelijk voor. Ik heb daar moeten ingrijpen en ik moet zeggen, het mooiste wat ooit over mij geschreven is uit die tijd, de NRC heeft er ooit een artikel aan besteed en die schreef heel mooi, Van der Zanden kwam, zag en greep in. Nou, als bestuurder wil je dat wel hebben hoor. Fijn heeft de oude, ligt al een paar jaar achter me, maar toch. En dat was ook echt wel nodig. Rivierenland voelde zich niet meer verantwoordelijk voor het erfgoed. Ze hebben een hele heldere keuze gemaakt, ze waren nogal eigenaar. Uiteindelijk hebben de financiën gesaneerd, de eigendomsovergave van Rivierenland naar een aparte stichting, gemeente en zo allemaal aan de kant, provincie wat meer op afstand, een eigen bestuur. Ondertussen draait Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, SWEC, het is een vreselijke afkorting, maar Stichting Werelderfgoed Kinderdijk draait als een tierenlier. Floreert als nooit tevoren. Steeds meer bezoekers, die waren ook per boot komen, betalende bezoekers ook. Natuurlijk, er wordt ook geïnvesteerd ook door de provincie, Zuid-Holland draagt voorbij aan een mooie toegangs. Maar het wordt nu, niet alleen draait het veel beter, er zijn ongelooflijk veel vrijwilligers bij betrokken en er komen heel veel bezoekers. Ergo, er is blijkbaar
draagvlak voor. Draagvlak in waardering en in geld. Dan komt ook cash binnen. En dat is ook belangrijk, denk ik. Het onderdeel waardering, draagvlak. Zonder draagvlakwaardering blijft erfgoed niet staan. Dat was verleden. Het heden, nou het heden, 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 afgelopen jaar. Ik ben nu 1 jaar en 7 dagen dijkgraaf van Rijnland. Wat trof ik aan? Dus Rijnland, de bakermat van de democratie in Nederland. Ik zeg het nog maar even bij, joh. Daar is het geboren, 1255, 10 oktober. Rijnland, 1 jaar en 7 dagen dijk. Ik tref aan een prachtig, op de historie gefundeerde organisatie, die nog in bezit is of medeverantwoordelijk is voor heel veel erfgoed. Molens, gemalen, en de gemalen hebben nog vier die actief zijn inderdaad. Gemeenlandshuizen, in Leiden eentje, in Sparendam eentje. Polderhuizen, in Groot-Haarlemmermeer. Maar ook wat minder bouwkundig. De Hensbeker, fantastisch mooie Hensbeker hebben wij. Ons archief, al de kaarten. De hele cartografie in Nederland is eigenlijk gestart bij de waterschappen. Met name de geschillen binnen de waterschappen. Want ja, daar heb je bewijs voor nodig en dan ga je tekenen. Dat hebben we allemaal. Het is zo ongelooflijk mooi. Ik kan de kelder in gaan af en toe. Dan neem ik wel de bezoekers mee naar beneden. Dan laat ik het allemaal keurig zien. Het mooiste om te laten zien vind ik altijd het feit dat wij niet alleen de boeken hebben. Maar ook de koperen platen waarmee ze gedrukt zijn. Die hebben we ook nog. Het is fantastisch mooi. Het ligt allemaal in de kelder. Het staat in de kelder. Dus we hebben unieke objecten. Bouwkundig en anderszins. We hebben een fantastisch verhaal. Het is mooi. Maar wordt het voldoende gewaardeerd? Wordt het voldoende beleefd? Was wel mijn vraag. Om een voorbeeld te geven. Morgen overmorgen de monumentendagen. Daarin was Rijnland alleen open in Leiden, gemeenlandshuis. En dan alleen op zaterdag. Ongelooflijk. 364 dagen per jaar is dat gebouw, nog ons bezit is, dicht. En niet eens 2 dagen omheen. Nou, dit jaar gaat het anders gaan. We zijn 2 dagen open in Leiden. We zijn 2 dagen open in Spaarndam. We zijn 1 dag open in Katwijk op zaterdag. Het is een gelovige gemeenschap. En daar was de wens om niet op zondag open te zijn. Die hebben we gerespecteerd. Logisch vind ik ook. Maar we zijn er veel meer open. We moeten het laten zien. En dat is ook eigenlijk mijn beleid geweest de afgelopen jaar. Ik probeer het beleid om te turnen. Niet alleen maar hebben, maar beleven. Want het is met publiek geld betaald. En wordt het publiek geld wordt onderhouden. Dus moet het in mijn ogen ook zoveel mogelijk publiek toegankelijk zijn. En of het nou inwoners zijn of toeristen. Dan moet je het toegankelijk maken. Dus we hebben ingezet op veel meer vrijwilligers dan als binden. We moeten echt ambassadeurs ook daarvan maken. En dat kunnen vrijwilligers zijn, maar ook anderen. Binnen de waterschappen zouden wij de 7 kenners moeten adopteren. He, om die ambassadeur van ons werk te maken. Die zit op het water, die zit te komen, die hebben iets ermee. Ben ik wel belanghebbende, want mijn zoon is toevallig 7 kennertje, dus het is een beetje op het randje van. Maar als u dat allemaal promoot, dan heb ik geen integriteitsprobleem. Moet ik even doen. Je snapt hem. En de toegankelijkheid verhogen van onze panden. Dat is wat we heden ten dagen doen. En dat is op zich ook een vingerwijzing naar de toekomst. Want de vraag, is er weer ruimte voor een brede betrokkenheid van de waterschappen, in zijn specifiek misschien de overheid algemeen? En jongens, waarom willen ze een weg? Waarom willen ze een weg? En toen stond ik 2 dagen geleden in Boskoop. Want tot zover was mijn verhaal is gelijk aan wat ik een week geleden ook had bedacht. En 2 dagen geleden ging het anders. Ik stond in Boskoop. Boskoop, centrum van de bomenteelt in Nederland. Wereldwijd eigenlijk. Topproducten. Ze hebben uitgelegd, gewoon klimaat en alles daar. Het is heel bijzonder. Zeer kapitaalsintensieve Greenport. En de nacht van dinsdag op woensdag hield het KNMI zich niet aan het woord. In ieder geval, het weer hield zich niet aan de KNMI, laat ik het zo stellen. In plaats van de voorspelde 10, 15 mm, viel er op sommige plekken 100 tot 150 mm. Een heel klein gebiedje, Boskoop Oost. Gouwenpolder, dieptepuntje. Drama. Pompen, pompen, pompen. Gemalen zijn aangaan, de dieselgemalen zijn aangaan, noodpompen erbij. Natuurlijk vindt iedereen dat ze te laat komen, maar pompen, pompen, pompen. En ondanks de droogte en dus de sponswerken die nog in de grond zat, was ik daar niet alleen woensdagmiddag, maar ook gistermiddag weer. Want op sommige plekken was het water nog steeds niet weg.
En dan denk je wel eens, waarin willen ze zijn weg? Ja, nou, die passie van die ondernemers, die hoef ik niet uit te leggen. Die staan, die zien daar miljoenen plantjes drijven. Ze weten meer dan 24 uur. En de kans dat die wortels gaan rotten en ze dus onverkoopbaar zijn, is groot. Schade is enorm. Kunnen ze pas over een paar weken kunnen ze het echt vaststellen. Nou, echt, dan kunnen ze een indicatie hebben. Maar ja, daar gaat je levenswerk. Daar word je niet vrolijk van. En dan vraag je jezelf, is er wel een weg waar er een wil is? Ik ga twijfelen aan. Nou, geloof ik in de veerkracht van die ondernemers, voor alle duidelijkheid. En dat komt uiteindelijk wel weer goed. Maar als je gaat twijfelen van, goh, aan die weg, dan denk je, ja, maar hebben wij het wel genoeg met elkaar over die wil? Want de wegen naar de potten met geld bij de overheid, die inderdaad gevuld wordt door de belastingbetaler, zijn we ook allemaal. En of het nou de waterschappen zijn, of de provincies, Gelderland, Brabant, die bulken van het geld inderdaad. Het is ongelooflijk, ik weet niet van gekkigheid niet wat ze ermee doen, zeg ik altijd. En er zijn nog wel meer overheden die lijken te bulken in het geld. Dat is allemaal geld van ons gezamenlijk. En is dat nou de enige weg die we moeten gaan? En blijft die potten beschikbaar of komen ze weer beschikbaar? Want in het verleden, iedereen terug in de kerntaak, is juist veel minder geld. Is mij scherper aan de wind gaan varen financieel. En nu het economisch beter gaat, zou die potten dan zo weer beschikbaar komen? Zullen die wegen er weer zijn? Dat is zeer de vraag. En dat heeft te maken met de wil. Het heeft te maken met het feit of dat draagvlak waar ik het eerder over had, hè, of die uniciteit, of die schoonheid, maar met name over die waardering voor het verhaal wat erin zit, voor de waarde die het intrinsiek in zich draagt en die het nog voor hele tijd kan betekenen, of die nog gezien wordt, of die nog gedeeld wordt. En of wij, die allemaal actief bezig zijn om geld voor allerlei mooie gebouwen, of die nog in een andere willen te overtuigen. Want die waardering, die klinkt niet alleen door in bezoekersaantallen, maar ook in kiezersgedrag, om het te noemen. Volgend jaar verkiezingen, Provinciale Staten is verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed en waterschappen voor het waterschapserfgoed. Als daar onvoldoende mensen gekozen worden die een intrinsieke waardering hebben voor ons erfgoed, omdat er onvoldoende mensen zijn die in het electoraat die dat van belang vinden, dan erodeert de waardering en dus de wil om wat aan te doen. En in mijn aantekeningen stond, kijk om je heen, alleen maar grijze koppen. Nou, zie ik alleen maar, ook een flink aantal jeugdigen, dus dat deel van mijn verhaal gaat niet op, maar toch, los van hier vandaag, kun je wel constateren dat over het algemeen de wil, waardering, de vrijwilligers in de wat hogere leeftijdscategorieën zitten. Ik ben 51 en ik zit misschien een beetje gemiddelde hier, maar de generatie onder mij, laat staan de jeugd. Wat hebben die met het erfgoed? Wat hebben die met het verhaal? Wat betekent het voor hen? En we kunnen al onze effort, of veel van onze effort, stoppen in het vinden van die wegen naar de volgende geldpot om weer wat op te kalfateren. Maar besteden wij genoeg aandacht om de wil en de waardering van de komende generaties op te stoken, zodat niet alleen vandaag, maar ook over 10, 20, 30, 40 jaar er nog steeds de wil is om te investeren in ons belangrijke waterstaatkundig erfgoed. Die oproep wil ik aan mezelf en aan u doen. De wegen vinden we wel. Laten we investeren in die wil. Dank u wel.